Hallo allemaal, Kasten Duisteen met een nieuwe video. Vandaag een nieuwe aflevering van de donderdagavondcompetitie. En mocht je de eerste aflevering nog niet gezien hebben vorige week, dan zou ik die zeker even terugkijken. Rechtsbovenin kan je via de informatiebutton kan je er naartoe. En daar wordt alles ook eventjes uitgelegd. Vandaag 6 eindprijzen, 30 deelnemers en een hele speciale deelnemer ertussen. Namelijk Philip Seybrandi. Hij komt helemaal uit Bolzwart. Omdat hij de vorige keer het filmpje zo leuk vond. Dat hij dacht, weet je wat, we gaan gewoon hier naar Lisse toe. En hij rijdt ook mee in het roze shirt van Kapenga. Dus dan weten jullie dat ook. Veel kijkplezier! Put your fucking hands up! Gelijk een lekker eerste toertje waarin RTV op kop reed. Ik heb zelf ook een kopbeurtje gedaan zoals je al zag. Maar dat kwam ons duur te staan, want de tweede ronde ging meteen het snelste van allemaal ooit bij mij in ieder geval op de RTV-wedstrijden. 45,7 km/u. Een persoonlijk record voor mij. Je kan hem terugkijken op Strava. Echt niet normaal hard. Maar waar het op neerkwam is dat ik dus de rest van de wedstrijd lekker achterin heb gereden. En dat we dus een stukje gaan doorskippen. Ja, dames en heren, het is weer tijd voor de laatste 4 toertjes. En ik heb inmiddels mijn weg naar voren weer gevonden. Het was redelijk makkelijk vandaag om naar voren te rijden. Dus dat ging lekker. Ik zit hier met Bob en voor mij rijdt nog een man van Bouwad. En zodra die man van Bouwad van kop af gaat, denkt Bob, weet je wat, laat ik eens eventjes lekker gaan doortrekken. Kijk achterom, ziet mij natuurlijk. Kijk, daar gaat hij, boem. En zo zijn wij eigenlijk op weg naar 2 andere mannen die nog voor ons zaten. Daar zag je ze even. En Bob gaat hier bijlopen. En dan komt even het moment dat we weg zijn. Achter mij zit Frank en achter Frank zit Philip. Dus we zitten met alle nieuwelingen weg en we proberen weg te geraken. Maar het wordt heel erg lastig. Je ziet ook al, ik heb moeite om het wiel te houden en dan vallen ze voor ook stil. Ja, de verzuring zat er wel degelijk in. Het was een rondje waarin de gemiddelde dus vaak boven de 40 per uur lagen. Ja, dat ga je dan toch net even te veel voelen om weg te rijden. En dan merk je dat er weer mannen komen. Maar er zijn nog 3 toertjes te gaan en dan besluit ik om te proberen de hele wedstrijd van voren te blijven rijden. Het is tijd voor de laatste ronde en die is eigenlijk te interessant om te missen. Boven op het kaartje kan je precies zien hoe ver we nog van de meet zitten. En ook bij de rondetijd geef je ongeveer een beeld van hoe ver we nog moeten. Hier word ik een beetje geblokt door de man van Bouwad en zit ik rond 10e positie. Dat is helemaal prima. Top 6 zou geweldig zijn. Top 10 is helemaal mooi, dus ik zit hier wel best. Ja, dat wat je daarnet hoorde was een massale valpartij. Eentje waar onder andere ook Bob Gerritsen bij betrokken was. Hij weet helemaal niks meer van zijn hele donderdag. Hij heeft een zware hersenschudding gehad en heeft de nacht van donderdag op vrijdag in het ziekenhuis gelegen. Veel sterkte aan hem en aan alle andere mensen die natuurlijk zijn gevallen, want er waren er veel meer bij. Helaas dat het moest gebeuren, maar daardoor was voor mij het deelnemersveld heel erg klein geworden. Ineens nog maar een mannetje of 17 in dat peloton in plaats van dus die bijna 30 man. Die gaan we de laatste bocht door. Ik zit hier in 15e positie en dan is het zaak om niet te twijfelen om volle bak aan te gaan. Top 10 lijkt het hoogst haalbaar. Ik ben een beetje in achterwezen gedrukt door alle chaos en weet ik het wat, valpartij. Ik kon me er niet echt goed op concentreren, maar deed wel de sprint van mijn leven. Hier, kijk, boven de 60 per uur kom ik uit en ik sprint hier en ik sprint hier en ik word uiteindelijk 9e.
Bij de A-categorie won Wouter de Groot. En bij de B's is het Vincent de Roger, die het peloton onder leiding van Kees Vermaanen en Rob Jansen net aan voorblijft. Onze kijker uit Friesland, Philip Zijbrandi, behaalt een 13e plaats en Frank eindigt achterin het peloton. Bob deze koers ook gewoon netjes uit, want ja, dat wilde hij toch even doen. Hij won niet alleen de premiesprint, de worst, dat wist hij zelf ook niet meer, maar hij heeft hem wel. Hij werd ook nog eens 21ste in de etappe. Bob, veel sterkte, jongen. Dit was de donderdagavond voor deze week. Volgende week is er toch nog eentje vanwege het mooie weer. Dus dan zijn wij er natuurlijk ook weer bij de laatste van het seizoen. Dus zorg dat je zeker kijkt. Abonneer nog even, like even, laat een leuke comment achter. Abonneer ook op Bob zijn kanaal Cycling Passion. Hij kan wel wat hulp gebruiken. En dan zie ik jullie volgende week. Joejoe!